Son leisi alibi ebi, ai tranga futru, yu aielon watra, ager si ebi no de. No broko yere moro, na veli yere mo, ma gi abra na ra santa yeye. Blessing kijkers, dit is Vrouw Vandaag TV en ik ben Margot Saling Daily. Ik vind het bijzonder om er weer te zijn. En u ook natuurlijk. Ik denk dat u anderen hebt gemeld. Ik geloof het zelf. Dat u anderen hebt gemeld om ook te kijken. Ja, want als u naar Shalom TV kijkt. Dan weet u dat Vrouw Vandaag op gezette tijden komt. Ja. En dat u dat ook kunt voorzeggen aan anderen. Zodat ze ook kunnen kijken. Ik groet u allen. En ik vind het fijn om er te zijn, hoewel ik alleen ben hier. Zuster Fidelia Gran Galong, die is er niet. Ze zit in het buitenland, ze is ambassadeur van Suriname. Ja, voor Suriname in Ghana, dus ze zit daar. En dan, ze laat ook groeten natuurlijk, maar ze kan er fysiek, lijfelijk niet meer bij zijn. Wel, we hebben ook vandaag, deze maand ook, Vrouw Vandaag TV. En ik wil het hebben over Pasen. Ik hoop dat u heel goede, bezinningsvolle paasdagen hebt gehad. De afgelopen dagen hebben we paasfeest gevierd, geliefde. En dat we erbij zijn stil blijven staan. Waarom Pasen? Ja, het is niet meer dus als vroeger waartoe het een... Ja, God het heeft in leven heeft geroepen. Toen, ja, dat was toen de Israëlieten uit Egypte moesten gaan naar het beloofde land Canaan. Ja, nu Israël. Dus toen heeft hij dat gebracht. En toen moest men dus het bloed van een lam, die ze klaar zouden maken en met het gezin op zouden eten, het bloed op hun deurposten aanbrengen. Ja, maar Jezus kwam om dit dus te vervullen voor de mensheid. Niet alleen voor de Israëlieten, maar voor ons allemaal. En u en ik, wij behoren tot de mensen die God zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, opdat een ieder die in hem gelooft, zoals het staat in Johannes 3, vers 16, niet verloren zal gaan, dus niet meer gescheiden van God, maar dat ze het eeuwig leven zullen hebben, bij God mogen leven, met God, voor God mogen leven. En geliefde, dat is iets bijzonders. We hoeven nu geen lam meer te slachten en zo. Jezus is eens voor altijd voor ons geslacht. Hij heeft onze ziekte op zich gedragen. Hij heeft alles gedaan, geliefde, wat hij moest doen, om u en ik te redden van de zonde. En weet u, er is een grote strijd gaande. U ziet het, u merkt het in uw eigen leven. En als u om u heen kijkt, als u naar het nieuws kijkt en de kranten leest, dan ziet u het ook. Er is een hele grote strijd gaande. Toch? Van de vijand van God. En voor, om de mensheid. Ja, om ons. Want hij, toen bij Jezus zijn geboorte al, heeft hij alles gedaan om Gods plan, reddingsplan, tegen te houden. Toen heeft hij alles gedaan om de Heer Jezus te doden. Voor Abekom, vervul aan missie, ze Abekom doen. Ja, probeerde de Satan hem dood te maken. Maar het is hem niet gelukt. En de Heer Jezus heeft geleefd hier, zonder te zondigen als mens. Om ons voor te leven, zodat we dat ook weten, dat we met Gods geest, ja, niet hoeven te zondigen, maar door Gods genade mogen leven, voor God, hè.
En dat we een voorbeeld mogen zijn in dit leven. En hij heeft toen gestreden om het leven van de Heer Jezus op zijn manier wilde hij dat ontnemen. Maar prijs God, de Heer Jezus heeft voortgeleefd zonder te zondigen. Hij is aan het kruis gegaan, is geleden, verschrikkelijk geleden. Unoman vat hij echt waar. Al zien we The Passion of welke film daar, dan ook. Misschien de afgelopen periode. Hè. Vroeger, weet u dan, waren we in een soort sari-sari stemming. Hè? En want ja, de Heer Jezus, we zouden zijn lijden en sterven herdenken. Maar geliefde, ik begrijp nu maar een klein beetje ervan wat hij heeft gedaan. En toch ben ik hem zo dankbaar, waardoor de paasdagen, daar gaan we erin. En het door, en het heel jaar door, en ons heel leven door, dankbaar erdoor om wat hij heeft gedaan voor ons, voor de mensheid. Want door zijn lijden en sterven, ja, door zijn lijden en sterven, heeft hij overwonnen voor ons. En mogen we weer verzoend worden met God. En daarom is hij gekomen, geliefde. En daarom mogen wij blij zijn dat er een Pasen is. Dat God dat heeft gedaan voor u en ik. Ja, nu kunnen we de Heer Jezus aannemen zoals Johannes 3 vers 16 zegt. En Johannes 1 vers 12. Als we Jezus Christus aannemen als onze verlosser, dan krijgen we macht om kinderen Gods te zijn. En dat kunnen we worden, geliefde. En dan mogen we delen in al de beloften van God. Is dat niet geweldig? Het is niet alleen voor kinderen, geliefde, dat we dat kunnen zeggen. Het is geweldig. Het is ook voor u en ik geweldig. Anatrobisum en aju, soort positie, abi, of wie u ook bent. Hoe rijk of arm u bent. Het is voor ons allen bedoeld, geliefde. En dat maakt het zo geweldig dat we Pasen hebben. En dat de Heer Jezus voor ons geleden heeft, gestorven aan het kruis, de dood ingegaan. Hij is weer opgestaan en hij leeft voort. En dat is onze overwinning, geliefde. En daarin mogen ik en u deel hebben. Laten we de Heer danken, elke dag weer voor Pasen, geliefde. Dat er de Heer Jezus dat heeft kunnen doen voor ons. En het is genade, dus tikka offerdisi. Sangado chadore egiman pikingi allamala. En dat wij voor God gaan leven. En Pasen mogen vieren elke dag. Met een dankbaar hart. Blessings. Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar u.
luisteraars, daar ben ik weer, na muziek. En nu ben ik niet meer alleen. Ik heb een gast en ze gaat zichzelf zo meteen aan u voorstellen. En dan gaan we het hebben over dat waarvoor ze vandaag hier is, voor Vrouw Vandaag TV. En mijn gast zit vlak hier naast me en dat is niemand anders dan... Bianca Hoepel. Ja, zuster Bianca Hoepel, welkom op dit programma Vrouw Vandaag TV. Ja, en dan gaan we de luisteraars vertellen wie Bianca Hoepel is. Zo, Bianca Hoepel is owner van Bibi's Products. Bibi's Products is een bedrijf die huid- en haarproducten vervaardigt op basis van puur natuur. Oké, en is Bianca getrouwd? Ik ben nog niet getrouwd, ik heb 2 kinderen. Ik ben lid van Logos International. En ik dien de Heer een aantal jaren. Prijs God, ja. Hoe bent u ertoe gekomen om uw bedrijf te beginnen? Zo, na vele teleurstellingen op de werkvloer. Ja. Ben ik gaan zitten en denken, wat moet ik precies doen? Wat vraagt God van mij om te doen? En ik ben erachter gekomen wat mijn talenten zijn. Okay. En daarnaast is mijn vader ook kruidenkenner geweest. Dus zo ben ik begonnen. Met dit werk. Ja, mooi werk, hè. En hoe ziet u dat nu? Hoe doet u dat? Zo, ik bedoel, wat doet u in uw bedrijf? U zei al, u maakt de producten, ja. Maar werkt u alleen? Hebt u arbeiders? Nee, ik heb geen arbeiders. Ik werk alleen met mijn kinderen samen. Ja. Maar ik ben echt de motor achter alles. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik ben echt de motor achter alles. Mm-hmm. En ik vervaardig de producten ook zelf. Oké, okay, de samenstellingen. De samenstellingen vervaardigen, het vervaardigen van kruidensoorten, etc. Ja. Hebt u een opleiding gevolgd om dit te kunnen doen? Niet, maar natuurlijk moet je je gaan bijscholen. En ja. Dat doe je door middel van cursussen te volgen en opleidingen natuurlijk. Oké. Okay. Maar zoals ik al zei, mijn vader was kruidenkenner, dus... ik heb het overgenomen van hem. Van hem geleerd hoe de samenstelling en wat werkt, hè? Precies. Want er zijn ook producten waarop men zet op de etiket van dit zit erin en het doet dit. Maar soms helpt het niet. Okay, het werkt niet, laat me het zo zeggen, bij iedereen. Ja. Ik moet wel bij vermelden, zeg van, we moeten een... we moeten dit weten, zeg van de mens, huid is verschillend. Ja. En wanneer ik zeg verschillend, gaat het niet over een bevolkingsgroep. Het gaat gewoon over je huid. Wat bij mij sneller werkt, kan bij u niet het geval zijn. Okay. Omdat uw huid misschien het product gaat afstoten, omdat het product dan niet gewend is. En zo kan het zijn dat u misschien ook een allergisch bent. Ik geef een voorbeeld, trapaolie. En misschien moet u dan kokosolie gebruiken. In plaats van krapaolie. In plaats van krapaolie. Dus vandaar dat het misschien niet pakt bij u. Bij iedereen. Ja. Dus want het gaat om het verschil van onze huid dus. Het gaat helemaal om het verschil van onze huidtype. Want mensen hebben ook droge huid, gevoelige huid. Vettige huid. Ja. Dus u moet exact weten... wat voor product moeten wij gebruiken? Moet u gebruiken of moeten wij gebruiken? Ja, dus verschillende huidsoorten. En die mensen die dus de producten van u kopen, moeten ze vooraf weten wat hun huid kan verdragen? Of, ja, dus de mensen als ze twijfelen, want we zetten vaak video's en we maken ook een live video's en video's op onze page. En dan kunnen ze zien hoe en waarvoor de producten zijn. Maar hebben ze nog vragen, dan nemen ze altijd contact met ons op. Oké. Okay. Ja. Ja, en is er misschien ook een mogelijkheid dat ze door u
te weten komen welke huidtype ze hebben? Jawel, door middel van bellen of appen. Okay. Ja, dan bellen ze even of appen ze voor de zekerheid om te weten welk product ze moeten gebruiken voor zo'n probleem. Ja, oké. Okay. Ja. En welk doel hebt u met dit werk, uw bedrijf? Grote doelen, grote visie. Okay. Natuurlijk wil ik uitbreiden naar het buitenland. Ja. Het gaat wel een beetje, maar ik bedoel daarmee zeg van vestigen. Ja. Dat wij ook een locaties daar hebben in het buitenland waar onze producten verkocht kunnen worden. Oké. Okay. Maar ook, wat is uw doel ermee? Dus waarom maakt u ze? Waarom doet u dat? Ik doe dat om mensen te helpen. Okay. We hebben vaak genoeg mensen gehad die misschien de dokter plat hebben gelopen en geen hulp gevonden hebben. En als wij de mensen kunnen helpen door middel van puur natuur, dan maakt dat ons hart blij. Oké, okay. Ja, dus dat is een mooi doel, want uiteindelijk is het voor de mens bedoeld, toch? En het is ook voor vrouwen, zowel voor mannen? Voor mannen, kinderen. Oké, dus voor iedereen. Ja, dat is mooi hoor, als je een product hebt die iedereen kan gebruiken. Maar leeftijdverschil, nou dit? Leeftijdverschil, nee. We adviseren altijd om niet te beginnen bij een baby. Oké. Okay. Nou, begin tenminste 1 jaar ja. met het gebruiken van onze producten voor een kind. Ja. En staat dat alles op uw etiket? Nee, dat is niet aangegeven op onze etiket. Ja. Wel wat waarvoor. Oké. Okay. De ingrediënt, vervaldatum, ja. et cetera. Die dingen staan wel op uw etiketten. Oké, dan. En hebt u groei gezien in wat u doet? Helemaal. Prijs God. Ik heb groei gezien. Yeah. Want als ik kijk, we zijn gestart met moringa thee. Okay. En een gewrichts- en spierpijnenolie. En dat is begonnen in Mungo Albina Sint-Laurent. Yeah. En nu hebben wij meer dan 50 producten. Zo, dat is mooi. Groei, ja. En kunt u misschien de mensen, we hebben enkele producten op tafel, kijkers? Ah, de producten die ik heb meegenomen, zoals ik zei, we hebben 50. Maar ik heb de bestsellers meegenomen. Okay. Wat op tafel zijn onze bestsellers zeepsoorten. We hebben dan tegen jeuk, mazelenpokken, we hebben tegen zweetgeur, die om donkere vlekken te verwijderen. We hebben onze Surinaamse black soap, echte Sranam black soap. En daarnaast hebben wij ook onze schrubsoorten, papaya, turmeric en ook roos. Is dit dan die black soap van Suriname? Kunt u misschien de mensen een beetje zeggen waarvoor het gebruik? Ja, onze black soap wordt gebruikt tegen donkere vlekken, acne. U mag ook uw haar mee wassen. Het is een heel goed product om uw haar mee te wassen als u haarroes hebt, als u jeuk op uw hoofd hebt. Eczeem, psoriasis, droge geïrriteerde huid en daarnaast ook hoofdschimmel. Dus het kan voor vele dingen gebruikt worden. Ja. Oké, okay. En die scrub, wat hebt u allemaal in zitten? Deze, dit is onze roosscrub. Ja. En hierin, onze roosscrub is dan gemaakt van suiker. Okay. En de andere ingrediënten zijn dan roospedals. Je hebt natuurlijk ook een geurtje erbij zitten. En oliesoorten die uw huid hydrateren. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En hoe ziet u verder uw dromen? Eigenlijk hebt u dat een beetje gezegd, maar misschien specifieker de kijkers. Mijn dromen. Ik zou zeggen, ik wil arbeiders natuurlijk in dienst nemen, toch, wanneer het bedrijf groter is, waardoor jij aan de achtergrond bent en de opdrachten dan uitvoert en de werknemers dan te werk gaan. En natuurlijk, zoals ik zei, uitbreiden naar het buitenland. Dat is echt een droom van mij. En natuurlijk ook een winkel hier hebben in Suriname waar de mensen hun producten kunnen kopen. Okay. Naast onze retailers die wij hebben, die onze producten al verkopen voor ons. Ja, ja, want dat zie ik. U hebt mooie verpakkingen
En zo, hoe maak je de zeep? Je hoeft niet al je geheimen, maar... Ja. De zeep wordt vervaardigd met een natuurlijke grondstof. Ik bedoel met een grondstof, die laten wij halen. En voor de rest worden alle ingrediënten hier in Suriname gekocht. Okay. En daarmee gaan we onze zeep dan vervaardigen. Dus alles is 100% Surinaams? 100% Surinaams. En de producten van Suriname worden echt wel. Ik ben er enkele landen geweest en men waardeert de dingen. Maar weet u vaak de verpakking, hè? Ja. Maar ik zie dat u wel een mooie verpakking hebt. En het kan altijd beter, maar het is al mooi. Ja. Maar dat... In Nek Unu, weet u, dat is onze nekslag. Ja. Maar ik ben blij dat u toch wel zo bent begonnen om die producten toch een mooie verpakking te geven. Jawel, want soms de dingen die men aanbiedt, ja, de kwaliteit is er niet. Maar de verpakking is zo verleidelijk en zo aantrekkelijk. Dus vind het mooi dat het zo is. Het kan altijd beter. En ik weet dat dat ook uw streven is, toch? Zo is dat. Ja. En u wou iets zeggen van de... Verder wil ik zeggen, we zijn deze maand 7 jaar. Oké. Okay. Dus 7-jarig bestaan van Bibi's product. Ja. En daarbij willen wij 7 mensen de gelegenheid geven om een zeepcursus te volgen bij ons. Okay. Let wel, u kreeg een flinke korting omdat we dan jarig zijn. En voor de rest mogen de mensen dan via onze page contact met ons opnemen. En onze appnummer is 873-5080. 873-5080. Bibi's Products. U krijgt het straks te zien, geliefde. Onder uw beeldbuis. Onderin in uw beeldbuis. En dan kunt u contact maken met Bibi, zuster Bianca. En de cursussen, ik hoop dat... Dus de eerste 7 mensen die zich inschrijven, krijgen een korting hiervoor. Ja, ja. Oké, dan. Wilt u de mensen nog bemoedigen, iets zeggen, mensen die hun talenten kunnen gebruiken? Weet u? U bent vrij daartoe. Ik wil de mensen bemoedigen, in het bijzonder vrouwen. Vaak zeg ik blijf niet zitten. Doe wat. We hebben 2 gezonde handen. Dus ga te werk met uw handen. Onderneem. Kijk wat uw gave is. En ga ermee aan de slag. Oma, u opo, dat u doen sani. May God bless u nu. Amen. Ja, ik ben bijzonder blij met u, zuster Bianca. Met dat wat u doet om te ondernemen. We doen sani, weet je, we op een dans doen aan de talenten, zo Abi. You need, you know, een voorbeeld, Gitrawan. En eerst 2 producten en dan gaat het zich ontwikkelen. Het is iets wat we meer moeten doen in Suriname. Dus ik dank u van harte dat u wilde komen om met de vrouwen te delen, met de kijkers, ja. Met alle kijkers, ook de mannen die naar Vrouw Vandaag televisie kijken. Dus zij kunnen ook wel hun handen uit de mouwen steken als ze iets kunnen doen. Dat we productiever worden, mensen van Suriname, want we hebben heel veel. En de Heer heeft ons heel veel grondstoffen gegeven in dit land die we kunnen gebruiken. Om dus zo een bedrijfje of ondernemend bezig te zijn. Zuster Bianca, nogmaals hartelijk dank. En kijkers, dit was het voor vandaag, dus Vrouw Vandaag, voor dit keer. We groeten u en zeggen tot een volgende keer met Vrouw Vandaag. Zegt u het voort aan anderen. We hebben ook Vrouw Vandaag op de radio van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur 's morgens op Radio Shalom 94.5. Maar u kunt het ook beluisteren op internet, overal, buitenland, overal. Op www.shalomsuriname.com en dit alles in klein letter. Blessing, tot een volgende keer. Dag. Son leisi alibi ebi, aitranga futru, yu aielom watra, agersi ebi no de.
lugado asaye piu langae anu kongiu no broko ye.